En dan open ik deze academische zitting, waarin Stan Hubertus Eleonora van der Beelen zijn academisch proefschrift getiteld Catch 11A in het openbaar zal verdedigen. Voordat we dat doen, mijn naam is Nanne de Vries, ik heb de eer pro-rector te zijn vandaag. En ik zal proberen om dit in goede banen te leiden, maar we beginnen met een samenvatting van uw proefschrift. Aan u het woord. Dankjewel. Welkom, leden van de corona, pro-rector, promotor, co-promotors, vrienden, familie en collega's. Bij de verdediging van mijn proefschrift Catch 11A. Gedurende mijn proefschrift en gedurende mijn promotietraject heb ik als doel gehad om een analysetechniek te ontwikkelen om LFA te kwantificeren in het bloed, om zo meer te weten te komen over LFA en de rol in trombose. We willen dus eigenlijk een techniek ontwikkelen waar wij te weten kunnen komen hoeveel LFA er daadwerkelijk in het bloed zit. In deze presentatie zal ik jullie een kleine samenvatting geven en een vogelvlucht door de afgelopen 5 jaar van mijn promotietraject gaan. Ik zal hierbij een samenvatting geven over alle hoofdstukken die in mijn thesis beschreven staan, waarbij ik zal beginnen met een introductie in trombose, bloedstolling, waarin ik me zal toespitsen tot factor LFA en daarna zal uitweiden over de huidige kwantificatiemethodes die er verkrijgbaar zijn, die ik in hoofdstuk 4 met elkaar vergeleken heb. Daarna heb ik in hoofdstuk 3 een nieuw en innovatief catch and release essay opgezet, die ik heb geprobeerd te optimaliseren in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Trombose is eigenlijk de ongewilde stolling van het bloed die in het bloedvat kan leiden tot een vorming van een bloedpropje. Dit is meestal het geval wanneer dat er een disbalans is tussen de antistollende eiwitten en de stollende eiwitten. De antistollende eiwitten zorgen ervoor dat het bloed vloeibaar blijft en de stollingseiwitten zorgen ervoor dat het bloed gaat klonteren, wat eigenlijk altijd nodig is wanneer men dus een wondje krijgt. Wanneer wij dieper ingaan op deze stollingseiwitten, komen we uit bij de stollingskaskade. De stollingskaskade is een opeenvolging van eiwitreacties die uiteindelijk leiden tot een bloedstolsel. De stollingskaskade die kan op 2 verschillende manieren getriggerd worden. Enerzijds door middel van een trauma,
Dus eigenlijk wanneer je een wondje krijgt en je wil dat dit gestold wordt. En anderzijds kan dit geactiveerd worden door een geladen oppervlak van enerzijds een eiwit of DNA. Maar deze beide pathways, deze beide routes komen uit in een gemeenschappelijke route en leiden uiteindelijk tot een bloedstolsel. Zoals ik al zei, deze cascade die moet in balans gehouden worden en dit wordt eigenlijk min of meer gedaan door antistollende eiwitten, hier aangegeven in rood. Deze remmen op verschillende aspecten, op verschillende plekken, remmen die deze stollingscascade. Additioneel in deze stollingscascade bevindt zich een amplificatieloop. Deze zorgt eigenlijk voor een extra boost in de stolling wanneer dit gewenst is. Het eiwit waar wij in geïnteresseerd zijn, bevindt zich boven in deze amplificatieloop en is de geactiveerde vorm van factor 11. Factor 11a, zoals wij willen weten, is een enzym wat factor 9 in factor 9a kan knippen. Gedurende mijn thesis was het niet noodzakelijk dat ik al deze eiwitten moest bestuderen. Ik was voornamelijk gefocust op factor 11a. En daardoor heb ik ook een kleine slide gemaakt wat het meest belangrijk was voor mijn promotietraject. Hiervoor zullen we verder uit moeten wijden en moeten gaan kijken naar de structuur en dus de moleculaire vorm van factor 11a. Gedurende mijn promotietraject was het erg belangrijk om in de gaten te houden dat factor 11a een homodimer is. En wat is nou een homodimer? Een homodimer wil eigenlijk niet meer zeggen dan dat er twee dezelfde eiwitten aan elkaar verbonden zijn. Additioneel is het goed om te weten in welke range dat we willen meten. Natuurlijk, er waren al assays waar LFA gemeten kon worden. En die hadden in principe al gezien dat de concentratie in het bloed tussen de 0 en 10 picomolair zit. Om hier een voorbestelling bij te kunnen maken, kun je je voorstellen dat je naar een festival gaat waarbij je later naar aansluit. Je bent je telefoon vergeten en je probeert dan een van je vrienden te zoeken bij Tomorrowland. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dit een hele moeilijke taak is en dat geeft ook een beetje weer wat de moeilijkheidsgraad was van dit traject. Je kunt je ook voorstellen dat eigenlijk de mensen elkaar kunnen gaan vinden die een hoge affiniteit voor elkaar hebben. En dit werkt ook in de wereld van de eiwitten zo. Een eiwit met een grote affiniteit voor factor 11a is vexiator. Vexiator is een klein molecuul, een klein eiwit wat afkomstig is uit de slang Bungarus fasciatus. En is geoptimaliseerd voor de binding van factor 11a. Samen met factor 11a speelt vexiator een rode draad door mijn thesis. We komen dan aan bij hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 4 heb ik verschillende assays met elkaar vergeleken om zo te kijken naar een detectielimiet en de kans om dit te gebruiken om LFA in het bloed te detecteren. We zijn begonnen met een chromogeen substraat assay. Dus eigenlijk een heel simpel assay waarbij je een substraat toevoegt aan een sample waar LFA in zit. Het LFA knipt het substraat, dit levert een kleur op en de kleur kun je meten. De detectielimiet hiervan was 1,8 picomolair, dus we zitten inderdaad in de range waar we willen zitten. Helaas is dit substraat alleen niet selectief genoeg om daadwerkelijk te kunnen functioneren in het bloed. Andere enzymen zullen het ook kunnen knippen, dus dit kan alleen gebruikt worden in een gezuiverd systeem. Additioneel hebben we een amplificatie-assay getest. Amplificatie-assay kun je eigenlijk heel goed vergelijken met een roddelcircuit. Je vertelt iemand een heel belangrijk geheim wat ze niet door mogen vertellen. Maar uiteindelijk zal dit toch naar twee andere mensen verspreid worden. Die het dan weer doorspreiden naar twee andere mensen. En je kunt je voorstellen dat het signaal een grote boost krijgt. En dit zagen we dus ook in het detectielimiet. Het was lager en dus beter. Helaas kwamen we hier ook bij hetgeen dat het niet toepasbaar is in bloed. En daardoor het niet konden gebruiken voor detectie van LFA in het bloed. We hebben toen in huis een klassiek ELISA-assay opgezet, wat eigenlijk een beetje de manier is in de kliniek om eiwitten te meten in het bloed. Je hebt een plaat waarin in groen vexiator gebonden is aan de plaat. Je laat dan het bloed met LFA erin op die plaat. LFA zal binden aan het construct en door middel van antilichamen kunnen we dan een signaal veroorzaken. Helaas was het detectielimiet 50 picomolair en daardoor eigenlijk te hoog om LFA te kunnen meten in het bloed. We waren dus genoodzaakt om een nieuwe techniek te ontwikkelen die dus LFA kan meten in het bloed. Dus we kwamen daarbij uit bij hoofdstuk 4. En dit is eigenlijk het meest innovatieve hoofdstuk van mijn proefschrift. En hier maken we gebruik van hetgeen wat we gevonden hebben. We hebben namelijk gevonden dat wanneer vexiator, hier in groen, bindt aan LFA op een monovalente manier, dus wanneer dat ze los van elkaar zitten, hebben deze een minder goede affiniteit dan wanneer dat er twee of meerdere aan elkaar verbonden zitten. Dus je moet hierbij weten dat het multivalente systeem beter bindt aan LFA dan het monovalente stuk.
En dit hebben we gebruikt in een essay. Dit ziet er als volgt uit. We zouden een bloedbuis hebben en in die bloedbuis zit LFA. We voegen dan een multivalent systeem met vexator aan deze bloedbuis toe. Het zal binden aan LFA. En door middel van het laden van dit bloed met ons construct op platen, kunnen wij dan dit construct isoleren. Wanneer wij dan biotine toevoegen, zal dit het construct kapot maken. We krijgen onze monovalente variant terug. Deze heeft een lagere affiniteit. En daardoor zal deze weer loslaten van LFA en we krijgen ons enzym terug. Met dit enzym kunnen we dan weer een signaal veroorzaken, omdat dit substraat kan knippen en ja, een signaal kan veroorzaken. We hebben dit dus uitgewerkt en we zijn toen tot de conclusie gekomen dat wij een detectielimiet behaalden. Detectielimiet behaalden in buffer, dus in een geïsoleerd systeem van 7 picomolair. Alleen in bloedplasma was het 20 picomolair. We komen dus in de buurt, maar helaas zijn we nog niet precies waar we willen zijn. Maar bij elk eerste opzet van elk eerste essay zijn er natuurlijk optimalisatiemogelijkheden. En het eerste optimalisatiemogelijkheid was hetgeen dat wij niet rekening hadden gehouden met het volgende aspect. We waren er namelijk vanuit gegaan dat wanneer wij ons multivalente systeem toevoegen aan het bloed, dat dit zou binden aan LFA. Helaas waren we er niet vanuit gegaan dat biotine al aanwezig is in het bloed. Biotine maakt natuurlijk dan het construct kapot en daardoor was het dus niet meer mogelijk om daadwerkelijk LFA te isoleren. Biotine is dus heel goed voor de haren en voor de nagels. Mochten jullie het willen slikken in de toekomst, allemaal goed, maar niet goed voor ons systeem. Additioneel hadden wij ook nog, moeten wij altijd rekening houden met hetgeen dat vexator een remmer is van LFA. Het bindt aan LFA, ja, maar het remt ook zijn activiteit. Dus wanneer wij bij de monovalente variant zijn aangekomen, kan het dus ook zo zijn dat ze niet allebei loslaten, maar dat er maar één loslaat. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dit 50% van het signaal al zal dempen en dus niet efficiënt is. Deze twee aspecten hebben we nog geprobeerd om te optimaliseren in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6. Allereerst hebben we gekeken om in hoofdstuk 5 het construct te veranderen. We gingen ervan uit dat we avidine hadden, dat is een eiwit, waar dan 3 vexators aan gekoppeld waren. We hebben dit vervangen door middel van PNA, ook wel peptide nucleïnezuren genoemd. Deze hebben heel veel weg van DNA, alleen zijn deze stabieler in het bloed. Het concept is dan eigenlijk hetzelfde. We vangen LFA via een multivalent systeem. We voegen dan een extra streng PNA toe. Deze zal zorgen dat het construct opgebroken wordt en het zal loslaten van LFA. Om te kijken of dit werkt, moeten we eerst kijken of PNA geschikt is als een dynamisch systeem. Dus kunnen wij enerzijds de PNA's aan elkaar binden, maar kunnen we ze dan ook weer losmaken van elkaar? Dat was nog niet beschreven en hebben we dus daadwerkelijk moeten testen. We hebben daarom 1 PNA-streng, zoals u linksonder in de dia ziet, geladen met een probe die een laag signaal gaf. Op het moment dat wij een additionele streng PNA zouden toevoegen, zou die eraan moeten binden en zou het signaal omhoog gaan. En dit is eigenlijk exact wat we zagen. Dus we konden het multivalente systeem maken. Maar dan is het natuurlijk ook nog de truc om deze weer uit elkaar te halen. We zijn daarom begonnen met het multivalente systeem, waar we daarbij een andere ongelabelde streng toegevoegd. En we zagen inderdaad dat het signaal weer omlaag gaat, wat betekent dat wij dus daadwerkelijk het dynamische construct kunnen gebruiken. Via computermodellen en via experimenten hebben we daarna de ultieme setup bepaald. En dit was het idee waar we mee opkwamen. U ziet LFA hier in het groen en in het blauw. En daarboven ziet u de cartoon van het construct. Vexator is via een linker gebonden aan een lengte van 18 PNA's. Na een succesvolle synthese kwamen we alleen tot de conclusie dat de oplosbaarheid van het multivalente systeem niet gewenst was. En, dus, en daardoor dat we het dus niet konden gebruiken in het bloed. We zagen in plaats van de formatie van onze mooie dimer, zagen wij aggregatie. En dit was niet gewenst en dus niet toepasbaar. We zouden daarbij met de verbetering van de oplosbaarheid van het construct zouden wij nog heel veel winst hier kunnen behalen. Daarnaast hebben we gekeken naar hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 hebben we gekeken en geprobeerd om wanneer vexator gebonden is, een grote groep bij de bindingssite van factor LFA te plaatsen, om zo de binding te storen wanneer wij dit zouden willen. Dus wanneer we zouden dus de rode groep binden aan vexator. En daardoor zou de binding verstoord worden, waardoor het dus niet meer terug kan binden wanneer dat het eenmaal losgelaten heeft. U ziet hier in de dia ziet u hoe dat vexator bindt aan factor LFA. LFA in paars en vexator in blauw. We
We hebben op 3 verschillende plekken, op K48, E12 en G14, hebben we geprobeerd om deze grote groep te introduceren. G14 liet eigenlijk al direct zien dat het niet een goede plek was voor de studie en hebben we daarom laten vallen. Op E12 en K48 daarentegen zagen we dat wanneer de grote groep gebonden is, de initiële binding, dus wanneer dat effectuator en LFA elkaar tegenkomen, dat er een verschil te zien was. Je ziet dat de lichtblauwe lijn iets meer naar rechts loopt dan de donkerblauwe lijn. Maar wanneer dat deze eiwitten langer bij elkaar zaten en de stevige binding plaatsvond, zagen we eigenlijk het verschil niet meer en daardoor was het dus niet meer toepasbaar en zal hier nog optimalisatie nodig zijn. Dit brengt me eigenlijk tot de conclusie van mijn thesis. En daarbij heb ik een paar verschillende dingen kunnen concluderen, namelijk dat het catch- en release-systeem een geschikte methode is om LFA te kunnen meten in het bloed. Ook zal voor kwantificatie van LFA in het bloed een amplificatie-assay nodig zijn om van het signaal via de intrinsieke route van de stollingscascade. We hebben ook gezien dat de peptide nucleïnezuren geschikt zijn als dynamisch systeem voor een catch-and-release-assay en dat de omkeerstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 6, potentie heeft, maar hier nog heel veel optimalisatie nodig is. Hierbij ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie en zou ik graag het woord teruggeven aan de prorector. Dank u wel, dat heeft u vlot gedaan en dat is fijn, want er zijn heel veel vragen. En de eerste vraag zal worden gesteld door professor Dr. Ingenieur Henskens, zij was voorzitter van uw beoordelingscommissie. En ze is hier online aanwezig. Professor Henskens is hoogleraar klinische chemie, in het bijzonder de hemostase. Aan u het woord. Dank u wel. Geachte promovendus, ik wil u en uw promotieteam natuurlijk hartelijk feliciteren met uw proefschrift. De titel is kort en bondig en ik ben na het lezen toch tot de conclusie gekomen dat ik ook wat meer grip zou willen krijgen op deze stollingsfactor. En ik wil dan ook met u discussiëren over een toekomstige toepassing, aangezien ik nogal diagnostisch ingesteld ben. En u zegt in uw inleiding letterlijk, het meten is van belang om de rol in trombose beter te kunnen begrijpen. Oké. Dat is research, maar ook om later die 11 renners beter te evalueren. En dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen, want dan krijgen wij als klinische chemie er misschien een test bij. En ik vind het dus heel fijn, ik prijs me gelukkig, dat ik hier nu al met u over kan praten en dat u mij kunt gaan geruststellen. U kiest voor de single factor benadering. En het is in mijn ogen een heel ingewikkelde test, hè, want u moet die factor 11a vangen. En ik vraag me toch af, waarom moet dat zo ingewikkeld? Want u zegt ook dat bijvoorbeeld intraveneuze immuunglobuline, die gecontamineerd zijn met LFA, in patiënten een longembolie veroorzaken. Kunnen we deze factor dan niet toch gaan meten in een globale assay? En zeker als er straks remmende medicatie gecontroleerd moet worden? Of is dat gewoon een utopie? Hooggeleerde opponent, dank je wel voor uw belangstelling en uw vragen. Het geluid is af en toe een beetje lastig te volgen, maar als ik u goed heb verstaan, dan komt het eigenlijk erop neer dat het fijn was wanneer het essay ook versimpeld zou kunnen worden. De bijdrage aan het stolsel kunnen meten, zeg maar. Niet alleen er is zoveel factor, maar wat doet het uiteindelijk in het bloedstolsel? Denk door het meten van LFA dat je op een eerder tijdspunt een stolling of een risico van trombose zou kunnen vaststellen. Het is namelijk bekend dat bijvoorbeeld kankerpatiënten een hoger risico hebben op trombose. En misschien zou dit ook zo kunnen zijn. En hier zouden we misschien een afweging kunnen maken tussen hoogrisicopatiënten en laagrisicopatiënten. Wat natuurlijk de huidige manier is van het meten van trombose, wat ik ervan weet, is dat de D-dimer-test natuurlijk een heel gerenommeerde techniek is om trombose aan te tonen. Maar in mijn opinie moet je dan al trombose hebben om daadwerkelijk hiervoor een goed signaal te krijgen. Ik denk dat als wij een verhoogd LFA zouden meten in het bloed, denk ik dat wij bloedstolling op een eerder moment kunnen detecteren en daardoor ook preventief al medicatie aan de patiënt te kunnen dienen. Oké. Ik ga daar dadelijk nog even kom ik op terug. Want die D-dimer-vraag, dat vind ik sowieso een hele interessante. U oppert dat in hoofdstuk 8.
Maar toch wil ik dan nog even terug. Dan ziet u dus toch deze test eerder als een biomarker dan als een test waarmee ik straks die nieuwe 11A-remmers die gaan toegediend worden aan een patiënt moet gaan monitoren. Want dat zou ik toch liever doen door het eindeffect te meten. Namelijk, het heeft effect op de stolsels. Of dat antifibrinolytische effect, hè, wat 11A ook heeft, dat wordt aangedaan. Denkt u dat dat ooit mogelijk is om het effect van meer of minder 11A in een globale assay te kunnen oppakken? Dus bijvoorbeeld een trombinegeneratie of een rotum of iets, of een, echt een stolselsterkte assay. Ik denk, dit, nou ja, het effect van 11A is eigenlijk al te zien in patiënten die lijden aan een die hartproblemen hebben. Dus, sorry, ik kom even niet op het woord. Dus ja, het effect van 11A is al te zien bij patiënten die al die een stolsel krijgen binnen het hart. En hier hadden stollingstesten, zijn hier al voor gedaan, die daadwerkelijk gedaan zijn met een trombinegeneratie. En hier zagen ze inderdaad al een verhoogd 11A. Oké, dat stelt mij gerust. Dus er zijn straks ook andere opties. Maar toch ga ik dan nog even verder op de biomarkeroptie, want u vergelijkt het met een D-dimer. En de D-dimer is een test die wij heel veel gebruiken wereldwijd, maar heel aspecifiek is. Hè? Want ja, je hoeft niet alleen een trombose te hebben als je D-dimer verhoogd is. Het is echt super slecht gestandardiseerd. We hebben geen calibrator. Ik vroeg me dus toch al af, hè? Ik keek naar uw experimenten. Hoe ziet u dat voor deze test? Is er een kalibrator? U zegt steeds, ik voeg zoveel toe van iets. Ik denk wel dat hier in ieder geval een referentiecurve van gemaakt kan worden. Het grote voordeel aan het assay wat wij in de toekomst willen hebben, is dat ons construct al aanwezig is in het bloed, dus in de bloedbuis. En op het moment dus dat het bloed wordt toegevoegd in deze bloedbuis, zal eigenlijk ons construct per direct binden aan 11A en daardoor beschermd zijn voor een of andere activatie van de inhibitors van 11A. Dus enerzijds is daarbij 11A al beschermd en zal dus de tijd, die dus voornamelijk momenteel bij de trombinegeneratie assays erg belangrijk is voor standaardisatie, zal daarbij al wegvallen. Dus het zal daarbij meer betrouwbaar worden. En anderzijds denk ik wel dat er natuurlijk gewerkt kan worden met een referentiecurve, waarbij dat de normaal plasma gebruikt wordt, waarbij dat wat gespiked wordt met verschillende 11A-concentraties, waarbij we dan een referentiecurve kunnen hebben voor het gemeten signaal. Ja, maar we weten wel bij de D-dimer dat het spiken met een hoeveelheid uiteindelijk iemand moet bepalen hoeveel die hoeveelheid is. En om allemaal wereldwijd straks dezelfde uitslag te kunnen geven. Dus dat zal toch nog wel wat energie vergen. Ik vraag me dan toch af, en dat is altijd mijn favoriete vraag, wat gebeurt er tussen het traject van de bloedafname totdat het in het buisje komt? Kan dan de hoeveelheid factor 11A ook nog veranderen? Want het gaat natuurlijk door zo'n systeem. Hè? Ik weet niet of u dat wel eens, ja, u heeft vast zelf als bloed geprikt, of u bent geprikt. Dat is een heftig systeem waar dat bloed doorheen gespoten wordt. Gebeurt er dan iets? Natuurlijk moeten we rekening houden met contactactivatie. En dit zal natuurlijk plaatsvinden. Het gaat door een ijzeren naald, waarbij natuurlijk factor 12 geactiveerd zou kunnen worden, of 12 en 12A geactiveerd zou kunnen worden, waar dat natuurlijk 11A ook geactiveerd wordt. Maar u moet, ja, daarbij weet ik niet de snelheid van dit systeem. Het zou wel goed zijn om aan deze bloedbuizen dan ook nog een remmer toe te voegen voor 12A. Okay. Dus eigenlijk om het in CTI-buizen bij wijze van spreken af te nemen. Of we moeten misschien die systemen gaan quoten, dat is ook nog een idee. Heb ik nog tijd voor een kleine vraag? Een kleine vraag, mevrouw Henske. Oké, ik zou u toch nog willen vragen, ik weet niet of u het antwoord weet, maar bij bloedingsneiging, patiënten met een deficiëntie van factor 11, is de bloedingsneiging variabel, hè, van bijna niets tot toch wel wat ernstiger na ingrepen. En dan meten wij een hele ouderwetse test in het lab, hè, de stolactiviteitsassay voor factor 11. En er is dus geen relatie tussen die assay en de bloedingsneiging.
Zou uw test misschien hier de clue in kunnen zijn? Hebben de patiënten die met een factor 11 deficiëntie minder bloeden dan hun andere, mogelijk een andere hoeveelheid 11A? Weet u dat? Heeft u dat onderzocht? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Ja? Zou uw test daarvoor geschikt zijn? Niet onderzocht. Dus eigenlijk is dan de vraag of ze een andere vorm hebben van 11A. Nee, het is meer zo van, ik bepaal nu de totale hoeveelheid 11 bij deze mensen. En die kan 10% zijn of 30%. Maar misschien moet ik dat wel helemaal niet doen, want dat geeft geen enkele relatie met bloedingsstijging. Misschien moet ik uw test kiezen. Want die bepaalt, u bepaalt de hoeveelheid 11A geactiveerd. Ja. Ja. Ik denk dat we hier een mooi onderzoek van kunnen maken. Ik zou het antwoord zo zelf niet weten. Oké, nou dat vind ik een mooie afsluiting. Dat gaan we doen. Ja, dat is altijd goed om een onderzoeksagenda te ontwikkelen tijdens een promotie. Ik ben goed een gast van buiten, want helemaal uit Amsterdam gekomen is professor Timmerman. Hij is hoogleraar Protein Mimetic Chemistry aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam UMC ook, denk ik. Nee? Oké. Okay. Aan u het woord in ieder geval. Dank u wel, meneer de rector. Geachte promovendus. Ik wil mij beginnen om mij aan te sluiten bij de woorden van mijn voorganger en u van harte te feliciteren met het verschijnen van uw proefschrift. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ik vond het ook een heel mooi stuk onderzoek waar de combinatie tussen een stuk interessante wetenschap en de toepassing in de dagelijkse praktijk voorop staat. Dat is iets wat mijzelf enorm drijft en wat mij destijds bij mijn huidige werkgever heeft gebracht. Dus in die zin voel ik een verwantschap met uw onderzoek en ik wil u nogmaals van harte daarmee complimenteren. Ik heb ook een veelvoud aan vragen, dus ik heb een selectie moeten maken. En ik wil beginnen met een vraag over hoofdstuk 3, pagina 64, waarin u de vouwing van uw fasciator eiwit beschrijft. En u laat zien dat als u die onder oxidatieve omstandigheden brengt, dat de zes vrije SH-groepen daar drie disulfide bruggen vormen. En u krijgt een mooie, redelijk scherpe piek in uw HPLC. En ook uw Q-TOF-plaatje ziet er goed uit. Maar ik vroeg me af of u zich ook zorgen hebt gemaakt over of de drie disulfide bruggen op de correcte manier gevormd waren. Want zoals u zelf denk ik heel goed weet, zijn er diverse mogelijkheden. En ik vroeg me af wat u in het werk gesteld heeft om te bewijzen dat u de juiste vorm had. En of u maar één vorm had, of misschien drie vormen, die allemaal dezelfde retentietijd hebben op HPLC. Hooggeleerde opponent, dankjewel voor je mooie woorden, je interesse en je belangstelling in de vragen. Natuurlijk is dit heel moeilijk om daadwerkelijk te zien. Wat wij hebben gedaan is inderdaad gewoon een vouwbuffer gebruikt, waarbij dat we die we gevolgd hebben in de tijd. En daarbij zagen we dat de retentie op de HPLC-kolom naar links verschoven. En dit is natuurlijk wat men wil zien. Meestal als dus de eiwitten gaan vouwen, zullen de hydrofobe stukken naar binnen vormen en de hydrofiele stukken naar buiten vormen. En dit is natuurlijk een aangeving wanneer het stuk naar links verschuift, dat het in de goede richting zit. Dat wij dan via die HPLC aan kunnen geven wanneer dat het echt daadwerkelijk goed gevouwen zit, dat kun je niet. Dan zou je eerder naar NMR kunnen gaan. En gebruik kunnen maken van een sexscan die in onze groep ook aanwezig was. Maar voor ons was voornamelijk het doel dat om te kijken dat we een goede binder hadden voor 11A. We hebben hierdoor via een activiteitsessay gekeken of de affiniteit van het component wat wij hadden gemaakt kon refereren aan de literatuur. En dit was relatief hetzelfde. Wij hadden een affiniteit van 1 nanomolair volgens mij en de literatuur 0,8. Dus daar gingen wij er eigenlijk al vanuit dat het de goede vorm was. En ons hoofddoel was natuurlijk ook om een goede binder te hebben. Dus of wij exact factiator hebben, dat is natuurlijk moeilijk om te bewijzen. Oké, nee, ik ben blij met het antwoord, want ik denk ook dat de affiniteit leidend is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, zo had ik gisteren in de discussie met professor Tilman ook geconcludeerd, dat als je die affiniteit van 1 nanomolair hebt, dat je dan worst zou wezen of het een mengsel van 3 isomeren is of de goede, als hij maar doet wat hij doet. En dat doet hij klaarblijkelijk. Dus dat stemt mij positief. Ik wil dan even naar de andere bladzijde switchen waar u de multivalente complexen beschrijft. En u heeft net al in uw inleiding uitgelegd dat die multivalente complexen
sterker binden dan de monovalente complexen, doordat ze eigenlijk, wat we in wetenschappelijke termen noemen, een vorm van coöperativiteit vertonen. Dus ze helpen elkaar, om het zo maar te zeggen. Nu is er bij coöperativiteit een onderscheid te maken tussen positieve coöperativiteit, negatieve coöperativiteit en in het tussen neutrale coöperativiteit. En dat is eigenlijk onder te verdelen in positieve coöperativiteit is eigenlijk als je de twee delta G-waardes van de interactie bij elkaar optelt, dat je dan bij een positieve interactie, positieve cooperativity, een delta G hebt die totaal groter is dan twee keer de individuele contributie. Bij negatieve coöperativiteit is het dan minder dan twee keer. Dus eigenlijk helpen ze elkaar op een dusdanige manier dat ze, naast dat het de optelsom van de twee is, nog samen sterker zijn dan de individuele interactie. Of hinderen ze elkaar toch een beetje doordat de design niet helemaal optimaal is en zijn ze weliswaar sterker, maar toch beïnvloeden ze elkaar op de negatieve manier. En mijn vraag aan u is, kunt u op basis van de affiniteiten die u heeft gemeten een inschatting doen of u te maken heeft met positieve coöperativiteit of negatieve coöperativiteit? Ik denk dat het wel richting de positieve coöperativiteit neigt, omdat we zien dat de affiniteit in ieder geval 10-voud is afgenomen. Dus eigenlijk verbeterd is. We zijn volgens mij naar 0,1 nanomolair gegaan in plaats van 1. Dus dat is een 10-voud verbeterd. Ik had daarnaast wel verwacht eigenlijk dat deze affiniteit nog verder zou afnemen en dat eigenlijk de coöperativiteit sterker was. We hebben hier veel over gebrainstormd en over nagedacht. En waarom dit nou daadwerkelijk is, of dat deze factsheters aan elkaar binden, of dat ze steries elkaar hinderen, of dat misschien de rigiditeit van het construct dermate laag was dat het niet beter werd, daar zijn we toen niet helemaal tot de conclusie gekomen. Nou, ik wil u daar even corrigeren op wat u zegt, want uw redenering is eigenlijk, als die interactie sterker is dan de monovalente, dan heb ik wellicht positieve coöperativiteit. Maar de interactie is al sterker, want je hebt al twee dingen aan elkaar geknoopt die allebei een individuele interactie hebben. Dus die twee keer delta G, die is er al. Dat heet gewoon de vraag is of je daarbovenop nog iets hebt. Dus dat ze elkaar positief. Dus eigenlijk, om het heel populair te zeggen, is 1 plus 1 2? Of is 1 plus 1 3? Of is 1 plus 1 anderhalf? Dan denk ik inderdaad, als je het zo formuleert, dan heb ik het verkeerd begrepen. En dan denk ik inderdaad dat het niet een additionele waarde heeft momenteel. Dat denk ik ook. Ja. Want die toename van die delta G, die is er weliswaar, wat je ook verwacht. Ja. Maar die is niet dusdanig sterk dat je over positieve coöperativiteit kunt beschikken. Ja. Ja. Oké. Ja, ik mag nog. Mijn laatste vraag gaat over pagina 105. Zal ik ook even opzoeken waarin u de PNA dimeren beschrijft en wel de negemer PNA's. En u schrijft dan, en dat begrijp ik niet, en daar ga ik u om uitleg vragen, dat u zegt fluorescence anisotropy measurements showed a fourfold excess of one of the strands was required for complete complexation with its complementary strand at a concentration of 15 nanomolar. Nou, so far so good. Maar dan schrijft u daarna dat u die affiniteit bepaald heeft met behulp van ITC en dat u een affiniteit, en ik denk, neem aan dat u daar een dissociatieconstante bedoelt, van 1 micromolair meet. En als ik dan even terugkijk naar hoe ik dingen geleerd heb destijds, dan zeg je bij 1 micromolair, om het even voor jezelf inzichtelijk te maken, als ik een dissociatieconstant heb van 1 micromolair, dan heb ik bij die concentratie 50% complex en 50% vrije component. Ga ik dan 10-voudig naar beneden in de concentratie, kom ik op 100 nanomolair, heel dicht bij de 50 nanomolair waar u gemeten heeft, dan heb ik nog 5% van mijn complex. En bij 50 nanomolair schat ik dan in dat ik 2 tot 3% van mijn complex heb. En ik vraag af hoe ik dat nou moet zien in het kader van de opmerking die u daarboven zegt, dat u bij 50 nanomolair fourfold excess van een van de componenten hebt om kwantitatieve complexvorming te krijgen. In mijn beleving kan je bij die concentratie helemaal geen kwantitatieve complexvorming krijgen. Nee, daar heeft u ook een heel goed punt. En dat hebben we zelf ook bekeken en bestudeerd. Wanneer je heel goed naar deze naar de binding curve ziet, is er inderdaad een fit doorheen gefit. Maar precies waarom dat u zegt, hebben we hier ook mee om de tafel gezeten en gekeken. Zijn we daadwerkelijk nu bij het begin van de curve en is het een fit die we willen zien? Of is eigenlijk, of klopt het wel wat we zeggen? En is de ITC misschien iets afwijkend?
Ja. Moeten we ook zeggen dat de ITC niet de meest goede bindingsconstante kan. Oh jawel, tot voor 1 micromolair is het prima. Dus ik denk wel dat daar nog iets meer studie naartoe zou mogen om dat inderdaad te zien of dit kon. We zagen in ieder geval wel binding en ook dissociatie. En misschien was dit wel waarom dat we eerder over dit punt heen zijn gestapt, omdat we sowieso wisten dat we een hogere lengte moesten hebben. Ja, dat begrijp ik. En ook met 2 tot 3% complexvorming kun je wel een signaal zien. Je kunt dat alleen niet noemen dat je dan kwantitatieve complexvorming. Ja, dat klopt. Ja. Oké, ik ben tevreden met het antwoord. Geef het woord terug aan de rector. Dank u wel. En ik wend mij tot een volgende gast van buiten, dokter Van Heeren. Hij is academisch klinisch medewerker van de hematologie aan het Radboud UMC, dat is in Nijmegen. Dank voor uw komst. Dank u wel. Graag wil ik ook met u van gedachten wisselen over dit proefschrift, een catchy proefschrift wat mij betreft, Catch 11A. Fantastisch onderwerp, denk ik, maar misschien wel wat stroever dan u in eerste instantie dacht. En de kaft geeft het ook een beetje aan, een beetje stroeve kaft. Wellicht kunnen we daar wat meer over discussiëren met u. Professor Hemkens heeft al aangestipt dat 11A misschien of factor 11A belangrijk is voor bepaalde producten. En dat klopt ook, denk ik, want niet alleen in IVIG die u aanhaalt, maar ook in een product wat in de kliniek wel gebruikt wordt, namelijk factor 11, vinden we ook spoortjes van factor 11A, waardoor de trombose kan ontstaan. En ik denk, maar daar wil ik graag met u van gedachten over wisselen, is dat niet gewoon een artefact? Is dit niet een artefact wat ontstaat bij de zuivering? En ik wil even terug refereren naar wat wij in het verleden met uw promotor en een weer zeer gewaardeerde collega gedaan hebben. We hebben factor 11 in het verleden gezuiverd en het was altijd een strijd wie het beste factor 11 had, want we gingen kijken of we toch een beetje factor 11 hadden. En u raadde al wie het beste factor 11 zuiveren. Nou, daar gaan we niet verder over discussiëren natuurlijk. Maar we gebruikten daar ook een test voor en dat was namelijk gewoon de chromogene substraattest. En mijn vraag is eigenlijk, hebben we dat wel goed gedaan? Of denkt u dat we eigenlijk iets anders moeten gebruiken? Geleerde opponent, dankjewel voor je mooie woorden. Bedankt voor je interesse en je vragen. Dus eigenlijk is dan de vraag of jullie factor 11a goed gezuiverd hebben. En of jullie daar een chromogeen substraat voor kunnen gebruiken om te testen of het goed was. Nou, de vraag is, wij zuiveren dan factor 11, maar we zagen dan spoortjes van waarschijnlijk 11a. Maar de vraag is, hadden wij wel de goede detectiemethode gebruikt om dat goed aan te tonen? Dat ligt natuurlijk ook aan jullie zuiveringsmethode. Als met jullie zuiveringsmethode additionele enzymen van de zonnetjescascade mee zouden komen, dan zouden jullie natuurlijk ook een signaal kunnen geven. En dit zou natuurlijk, als je aanneemt dat het substraat alleen specifiek is voor 11a, dan interpreteer je de data in principe niet juist. Oké, want dat is toch wel interessant wat u zegt, dus je zou dat dus verkeerd kunnen interpreteren, maar eigenlijk wat ik wel interessant vind, u heeft net een aantal verschillende methoden aangegeven hoe u het zou doen, ook met amplificatiemethode en eigenlijk de FDA gebruikt ook methodes om 11A aan te tonen in producten en dat doen ze, gebruiken daarvoor de welbekende in Maastricht ontwikkelde CAT-assay om dat te bestuderen. Is dat niet een veel betere analysemethode dan? Dat is een supergoeie analysemethode en ik denk ook dat we daar heel blij mee mogen zijn, want dat heeft mij in ieder geval al een referentie gegeven waar welke concentratie 11A in het bloed heeft. Het is in principe al, men weet al dat het tussen de 0 en 10 picomolair zit. Hetgeen waar wij op willen verbeteren is op de standaardisatie van tussen afname en meten. Je kunt zich voorstellen dat wanneer het bloed afgenomen wordt en daadwerkelijk het een 2 uur blijft staan, of een sample blijft een uur staan, dat er een discrepantie zal zijn tussen de verschillende concentraties 11A, wat gevangen wordt en wat geïnhibeerd wordt. Okay. En daar willen wij op inspelen door het per direct te vangen en dus te beschermen tegen de inhibitors. Ja, dat snap ik. Dus eigenlijk geeft u ook aan van, nou, misschien zitten we inderdaad al naar een artefact te kijken, want het komt gewoon door de afname. En het heeft helemaal niks met de situatie in vivo te maken. Wat is er, weten we iets van de concentratie van 11A in situ, dus voordat we het afnemen. Ja, dat is natuurlijk lastig, maar heeft u daar een idee over? Nee, ik zou niet weten hoe ik daarachter zou kunnen komen. Nou, misschien heeft professor Hemkens iets gezegd, hè, dat de bloedingsneiging bij factor 11-deficiënte patiënten wellicht toch een indicatie zou kunnen zijn dat er misschien iets
meer 11a is en dergelijke. Maar het is lastig omdat u ook aangeeft, ja, om dat artefact te voorkomen moet je wel goed een goede bloedafname realiseren. En u zegt ook, nou, misschien kan dat wel met uw fasciolator die u gemaakt heeft. Misschien spreek ik het verkeerd uit, maar u begrijpt wat ik bedoel. Of moeten we toch niet gewoon met een product wat uw promotor ook gemaakt heeft, Tika, aan de gang? Of moeten we met CTI aan de gang? Wat is het beste? Wat zou u doen? Ik zou een combinatie maken van. Ik zou enerzijds proberen om factor 12a te remmen met bij wijze van spreken Tika of met CTI. Waarbij mijn voorkeur natuurlijk altijd uit zou gaan naar Tika. Maar additioneel zou het ook heel goed zijn om per direct al het construct in de bloedbuis te hebben, zodat 11a ook al beschermd wordt. En ik denk wanneer het het multivalente complex zit, dat eigenlijk het bloed en daarbij ook 11a op de een of andere manier bevroren wordt in de tijd en daarmee wij verder zouden kunnen. Oké. Okay. Mag ik nog één vraag stellen? Kort. Nou, kort, heel kort. Dankjewel. Maar eigenlijk blijft nog steeds de discussie natuurlijk, is factor 11a nou belangrijk? Hè? En er zitten hier twee mensen in de corona die daar wat meer onderzoek naar gedaan hebben. Naast mij, de heer Spronk. En aan de overkant, Negi. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar recent een abstract op de ASH heb ik toevallig kunnen lezen. En eigenlijk komt eruit voort van, nou, dat het in het cardiovasculaire domein eigenlijk geen rol speelt. Ik refereer naar een artikel. En een tweede naar het abstract voor veneuze tromboembolie. Nou, dat het ook maar de discussie is of het daadwerkelijk zo is. En zeker als je dan de CAT-SC weer gebruikt, dan zie je eigenlijk geen effect. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ja. Het is natuurlijk altijd heel moeilijk om te zeggen dat een eiwit waarnaar je studie gedaan hebt niet daadwerkelijk relevant gaat zijn. Maar natuurlijk zou dit een mogelijkheid zijn. En het zou natuurlijk de mogelijkheid zijn dat 11a, dat we tot de conclusie komen dat 11a toch niet zo belangrijk is als dat we denken. Ik denk wel dat wanneer dat er trombose is en dus eigenlijk een amplificatie is, dus eigenlijk de trombose aan de gang is, dan kan ik me niet voorstellen dat er geen verhoogd 11a aanwezig is. Dus misschien zal het niet een directe biomarker blijken in het einde, maar zullen we altijd 11a kunnen meten wanneer dat de stolling verhoogd is. Ik kan ook papers namelijk herinneren waarbij dat voornamelijk degene van Loeven, waarbij dat ze wel een verschil hebben gevonden in mensen met een trombose in het hart. Hierbij was er wel een verhoogd 11a aanwezig. Dus er zijn wel signalen dat er iets is. En misschien is het wel zo dat het door het CAT-SC komt en dat wij de magische analyse techniek hebben ontwikkeld waarbij dat wij dadelijk alles gaan zien. Dank u wel voor het antwoord. En dank u wel voor uw vragen. De secretaris van deze commissie is professor Honing. En hij is professor in Analytics in System Imaging aan onze eigen universiteit. Aan u het woord. Dank u, meneer de prorector. Beste kandidaten. Gefeliciteerd met het fantastische werk. Het zoeken naar een analytische methode en dan toch ook nog in de context van. Dat vind ik altijd wel aardig. En ik wil u ook feliciteren, want ik denk dat ik u kan benoemen tot een analytisch chemicus. En dat vind ik zelf erg fijn. Maar als ik dat dan weer doe, dan schrik ik heel erg van propositie nummer 8. Zo een van de paragrafen die wellicht willen lezen. Our world is built on biology, and once we begin to understand it, it becomes a technology. Ja, buiten het feit dat deze tot heel veel vragen leidt op zich, wat is technologie en wat is biologie, maar u kunt dat toch niet menen, deze stelling, als analytisch chemicus. Hooggeleerde opponent, dankjewel voor jouw mooie woorden en je vraag over de stelling. Ik denk wel dat er een bepaalde kern van waarheid in zit. Het is wel zo dat wanneer wij dingen beginnen te begrijpen, wat normaal voornamelijk kenmerkend is binnen mijn proefschrift, dat wij interacties beginnen te begrijpen, dat we het in mijn proefschrift daadwerkelijk ook hebben gebruikt. Dan ga ik toch onderbreken, want ik hoor meteen het woord interacties. Interacties tussen biologen of interacties binnen? Interacties tussen eiwitten. Ah, oké. Dus u heeft het al over moleculen. Dat vind ik toch niet echt biologie? Ik denk dat de moleculen en de biologie ook wel deels in elkaar verweven zitten. Maar uiteindelijk, kunnen we natuurlijk ook ervan uitgaan dat een eiwit een molecuul is. Dat dacht ik toch wel, of niet? Ja. Ja. Dus het eigenlijk de moleculaire wetenschap is de basis waar alles op gebouwd is. Zo zou je dat kunnen formuleren. Oké, dank u wel. Dan zijn we daar in ieder geval over eens. Maar we gaan nog even verder, want ik heb een hele vervelende vraag.
Dat is op hoofdstuk nummer 2. Op pagina 22 begint dit hoofdstuk met previous chapters have discussed multiple methods. En ik zoek naar die previous chapters, maar ik zag helemaal niks. Nee, dat heeft hij inderdaad heel goed gezien. Dit is een hoofdstuk in een boek dat wij geschreven met z'n allen. Ah. Dus samen met Stijn, Ingrid en Tilman. En hierbij hebben we gerefereerd inderdaad aan de vorige hoofdstukken van het boek. Ik dacht het al een beetje, maar ik dacht, moet dat toch even zeggen. Dan heb ik altijd wel even, en zeker als analyticus, die vraag, want ik had u net benoemd, maar dan schrik ik weer. Want dan lees ik op pagina 63 een formule over de limit of detection. Buiten het feit dat ik niet weet wat een limit of blank is. Is daar een factor, 1.645? Ja, die begrijp ik helemaal niet. Waar komt die uit? En u legt hem ook niet uit ook. Ja, inderdaad. Dit heb ik inderdaad niet uitgelegd. Hierbij, dus de limit of blank, is eigenlijk de ruis van het signaal. En we zijn er hierbij van uitgegaan dat wanneer er niets aan toegevoegd wordt, de ruis van het signaal eigenlijk een Gaussische curve heeft, waarbij de 1.645 staat voor 95% van het signaal. Dus hierbij gaan we er eigenlijk vanuit dat 95% van de ruis hiermee gecoverd is. Als we de gewone definitie van limit van detectie gebruiken, waarbij we 3 keer het signaal ruis hebben, en dus eigenlijk de statistiek van de ruis vergelijken met de statistiek van de top van de punten, de Gaussische distributies, dan is dat toch een veel makkelijkere formule dan hier ook nog het delen door de gevoeligheid. Wat ik hierin heb geprobeerd om mee te nemen, is ook weer de Gaussische verdeling van de gevoeligheid zelf. En daarbij eigenlijk geprobeerd heb om te kijken wanneer je natuurlijk een hogere gevoeligheid hebt, wat ik geprobeerd heb om mee te nemen, zal je curve hoe sneller stijgen. Ja, kijk, want die gevoeligheid legt u uit als eigenlijk de tangens, hè? De tangens van de toename van absorptie gedeeld door de toename van de concentratie. Nou, dat is denk ik een hele mooie formule en ik feliciteer u, want veel analytici zeggen heel iets anders. Maar dat is de tangens en idealiter heb je een hoek van 45 graden in een eiklijn en dus je tangens 1. Dus je moet eigenlijk altijd delen door 1, dus waarom deelt u sowieso dan door die gevoeligheid? En ik snap die factor niet en ook de statistiek niet. Kunt u er nog iets meer over zeggen? Ik heb het in een paper genomen. En dit paper beschreef voornamelijk, waar ik eigenlijk ook wel bij uitkom, is dat wij beide aspecten dus eigenlijk met een Gaussische curve hebben benaderd. En daardoor de sensitiviteit. Ja, misschien had ik hier inderdaad meer naar moeten gaan kijken, maar in mijn hoofd klonk het redelijk goed en daardoor heb ik het genomen. Voornamelijk omdat je bij de limit of detection deelt door de gevoeligheid. En deze gevoeligheid die kan variëren binnen de verschillende assays. Een gevoeligheid van een amplificatie assay is natuurlijk heel verschillend aan een chromogeen substraat assay. Prima. Dan is dat denk ik toch stof voor heel veel nadiscussies zonder te zeggen dat het fout is. Heel korte. Toch even naar de chromatogrammen, want ja, ik kijk daar altijd wel naar. En op pagina 124 zie ik een heel wat chromatogrammen. Met name op 125. En daar zie ik altijd maar 1 heel mooi massaspectrum met de suggestie dat het een zuivere piek is. Maar ik zie toch al een chromatogram met op zijn minst 4-5 componenten. Dus hoe kunt u daar nou 1 massaspectrum uit krijgen? Dat vind ik toch wel heel interessant. Ja, u heeft het over de pieken. En u heeft het over figuur A of C? C, ja, A C. Ook. Hè. Het is een beetje asymmetrisch, maar noem maar C. Ja, ik moet zeker toegeven dat, dat het niet helemaal een ideale massaspectrum is. Het signaal is ook niet daadwerkelijk hoog. Ik heb wel onder deze piek heb ik een volledig naar de M over Z gekeken. Dus het spectrum wat aan de rechterkant komt, dat is wel waar ook die schouder in zit. Dit zijn niet mijn meest trotse plaatjes, daar moet ik helemaal eerlijk over zijn. Maar dan gaan we daar nog eens een keer over praten. Maar Siep, dank u wel. Een agenda voor de toekomst, heel mooi. Ja, dat zijn heel veel discussies.
Ik wend mij nu tot dokter Nagy. Ik hoop dat ik het goed zeg, want ik hoorde nu al verschillende uitspraken. Maar u bent postdoctoral researcher bij onze afdeling biochemie. Aan u het woord. Thank you. Dear candidate, first of all, I would like to congratulate you and your supervisory team on this nice achievement that you presented in the thesis. And I think the topic is really timely, especially considering the current development in novel anticoagulation and also the current results. I would have a question about chapter three, when you described a novel model, a catch and release assay actually, to measure factor A levels in the plasma samples. And you developed this assay using purified system, and afterwards you also validated it using a plasma system. And you also emphasized it on multiple occasions that the pre-analytical conditions are really crucial for this, for measuring factor 11A. And in this protocol, as you described, actually the plasma what you use for validation of this assay went through a really long pre-analytical process. So removing biotin and also incubation times. And afterwards, you added back the purified factor 11A. So I was wondering actually that the 20 picomolar limit of detection what you measured, is this actually 20 picomolar? Because in the plasma also factor 11A present as well as inhibitors. So how can you be sure that what you measured detection limit is the actual detection limit? Esteemed opponent, thank you for your question and your interest. So if I get it correctly, I assume that you try to say or you're going to the direction that you think that there could be still 11A present in your plasma sample. What I think, so the plasma that we used is normal plasma, and it has been processed. And when during process, I think that all the 11A present in the blood plasma is already inhibited by the inhibitors of 11A itself. And thereby, since they are serpent inhibitors, they won't let go anymore, and 11A is completely inactive anymore. Also, so I think that that's speaking for the fact that there won't be any 11 present when I add the 11. Have you performed the same experiment using factor 11 deficient plasma to really prove that point? No, I haven't, but that would be a good point to do. And on the same line, you also mentioned that this novel multivalent inhibitor construct could be a potent antithrombotic agent, or at least anticoagulant agent. And you also pointed out that in the current setup, when it's coupled with avidin, it cannot be used in whole blood due to the naturally occurring biotin. So how would you change the assay in order to being able to measure actually factor 11? So partly we tried it, of course, with PNAs, but that failed due to its solubility. There were some discussions going on combining in moving on to different dynamic systems. So it could be made use of LNA. So these are locked nucleic acids. Those are more resemblant to DNA and have a charged backbone. I think that maybe the affinity of these LNAs will be less. However, maybe the dynamic construct and solubility would be better. It could also be that we completely go off biological systems and kind of make use of toxin ligation and thereby form a dynamic construct using that and making use of the pH. Yeah, and then you also compared multiple assays to measure factor 11. And basically you also concluded that most of the assays using multiple amplification loops, so it might be not optimal. But there are quite some evidence in literature that using the currently available assays, increased factor 11A levels were found in plasma samples, and it was correlated with both deep vein thrombosis or ischemic stroke. So, in your opinion, then, if these are not the best assays, or maybe it has too much interference from other factors, how should we interpret these data then? So I do not completely say that these assays are not I do not try to say that these assays are not reliable or not suitable.
I think they are very good and that we are pointed into the direction that factor LNA could be important. However, I think that optimization of these assays could be a big step in a good direction. For example, on the one hand, it could improve the fact that you don't need to be that careful about your sample and about the time preparation. And on the other hand, it could make your life maybe a little bit easier. Yeah, thank you. And I would like to give back the word to Prorector. Thank you very much. U had ook in het Nederlands mogen antwoorden, want ik begreep, maar ik vond het heel aardig van u dat u de opponent in deze tegemoet kwam. Waarschijnlijk de laatste opponent is dokter Spronk. Hij is UGD bij het vakgroep Biochemie. Dank u, meneer de Prorector. Geachte kandidaat, ook mijn felicitaties, ook aan het promotieteam. Met het prachtig boekwerk en de inhoud over factor 11a. Het voordeel als laatste is normaal dat je heel weinig tijd hebt en nog alle vragen kunt aanpassen. Het voordeel is ook dat je heel veel tijd krijgt extra en heel veel vragen kunt stellen. Ik had willen beginnen, en dat gaan we ook maar doen voor de gezelligheid, om een van uw paranymfen, aangezien de een is geweest, wil ik uw vrouw vragen om de stelling 9 voor te lezen. It is neither possible nor necessary to educate people who never question anything. Dank u wel hiermee. Daar kunnen we ook weer heel veel vragen over stellen. Want een van de kerntaken als een academicus is toch onderwijzen. En zelfs als mensen geen vragen stellen, heeft de afgelopen 2 jaar is toch wel duidelijk geworden dat we toch mensen kunnen onderwijzen in de zin en onzin van vaccineren en wat er allemaal bij hoort. Hoeven ze geen vragen voor te gaan stellen. Dus dat bewijst al dat die stelling eigenlijk niet klopt. Ik vraag me ook eigenlijk af of u het boek heeft gelezen, want ik vond een mooiere stelling, en die zal ik dadelijk ook aan u overhandigen. Dat is: when people disagreed with him, he urged them to be objective. Dat is een van de andere kerntaken van een academicus, en dat is objectief blijven. Dan moet ik eerlijk bekennen dat bij het lezen van de introductie, en dan met name op pagina 14, ik eigenlijk een beetje geïrriteerd raakte en me een beetje op mijn puntje getrapt voelde, omdat u daar de trombinegeneratie voor het meten van factor 11a eigenlijk een beetje dist en wegzet als niet relevant, want factor 11 wordt in plasma snel geremd met een half watt tijd van een kwartiertje. Dan hoor ik u net ook zeggen, en dat is het voordeel dan als laatste, dat je heel veel hoort en kunt opschrijven, dat de kat wel een goede analysemethode is. Dus ik raak daar helemaal in disbalans. Wil die me nu wel plagen of niet plagen? En uw methode zou magisch zijn, dat zou de magische analysemethode zijn, heeft u net ook gezegd. Wat ik eigenlijk naartoe wil, zou u ons kunnen uitleggen wat de incubatietijden zijn in uw methode, zoals u beschrijft op pagina 62 en 63, hoofdstuk 3. Daar wil ik mee beginnen. Mijn incubatiemethodes, gedurende mijn essay, wat we hebben gedaan is dat de incubatietijd inderdaad van Factshaper, dat is volgens mij 45 minuten. 45? Ja. Ik citeer pagina's 62 en 63. Depletie van biotine in plasma gedurende 30 minuten bij kamertemperatuur. Catch and release assay voor 60 minuten bij kamertemperatuur. We hebben net al rekenspelletjes gedaan met collega uit Amsterdam. 1 plus 1 is 1 of 2 of 1,5. Ik was de tel ook wel weer kwijtgeraakt. Maar 30 plus 60 is toch 90? Of ja. Het is geen 45? Nee. Oké. Ik begrijp uw punt. Weet u de incubatietijd bij de CAP-methode waarmee we factor 11a hebben gemeten? Dit zou eigenlijk zo goed als per direct kunnen, denk ik. Ja, 10 minuten. Dus welke methode is nou magisch en welke is nog niet magisch? Ik denk dat die magisch heel goed met een heel fijn met een korreltje zout zou kunnen nemen. Want zo magisch is het natuurlijk allemaal niet als het nog niet werkt. Ik moet er wel bij zeggen dat inderdaad in hoofdstuk 3 hebben we dus gebruik gemaakt van die streptavidinebeads. Dat wil dus eigenlijk ook daadwerkelijk zeggen dat wij dat half uur volgens mij nodig hebben om eerst biotine uit het bloed te zuiveren. En dat heb ik ook geprobeerd om te optimaliseren in hoofdstuk 5. Dus in het ideale geval zou deze 30 minuten al wegvallen. Daarnaast zou het idee zijn om dus eigenlijk het multivalent systeem al te hebben binnen het bloed. En natuurlijk meten we wel, laten we het incuberen voor een uur, maar dit moeten we doen omdat het een slow-tight binder is. Dat wil niet zeggen dat LFA niet per direct beschermd wordt wanneer het in de nabijheid is van het multivalente systeem. Het zal eerst een initiële binding hebben waarbij er dan een deel beschermd wordt en daarna
zal het dus inderdaad nog beter verschijnd worden over een lange termijn. Okay. Zoals ik al eerder aangegeven heb, het essay wat u gemaakt heeft is natuurlijk ook supergoed en werkt fantastisch. Alleen hetgeen waar wij op hebben geprobeerd om te elaboreren en eigenlijk op door proberen te gaan, is om dit beschikbaar te maken voor grotere studies en daardoor de tijd van incubatie weg te nemen. Oké, dank u voor dit antwoord. Als we nou even alle veren daar steken waar ze niet thuis zorgen weglaten, mm-hmm. en even objectief blijven. En dan refereer ik ook graag wat u zojuist zei in een van de voorgaande vragen. Dat in plasma remmers aanwezig zijn voor factor 11a. En dan kom ik ook bij de toepasbaarheid. Wanneer vinden we nu bij welke pathologie 11a? Is het dan nog wel te verwachten dat er vrij circulerend 11a in een plasmasample zit? Van welke patiënt dan ook? Een myocardpatiënt die een kwartier, half uur nodig heeft om op de eerste hulp te komen, een strookpatiënt waar het proces al eerder aan de gang is. Zijn er pathologieën denkbaar waarbij 11a vrij circulerend voorkomt en er een analysemethode nodig is om die 11a te kunnen meten? Over de pathologieën moet ik u verschuldigd blijven. Ik kan u alleen mijn gedachtegang vertellen over hetgeen waarom dat wij denken dat 11a belangrijk is. En wij denken dat er gewoon een bepaalde balans is tussen de remming van 11a en de vorming van 11a. En ik denk dat er wel, en in hypothese waar wij op doorborduren, is het eigenlijk zo dat wij denken dat sommige personen gewoon een verhoogd, constant een verhoogd 11a hebben en dus daarmee ook een hoger risico hebben op trombose. Met deze gedachte zijn we begonnen aan dit onderzoek. Oké, daar kan ik nog wel in meegaan. Nou is er afgelopen weekend een artikel uitgekomen van collega Oendas in Polen, die factor 11a hebben gemeten samen met tissue factor activiteit bij strookpatiënten. En net zoals in dit stuk en voorgaande artikelen van haar, geven ze het binair weer. Het zit er of het zit er niet. Is het nou echt wel nodig om ook, als ik u volg, sommige personen hebben een hogere factor 11a, anderen niet. Is het wel nodig om zo kwantitatief mogelijk te zijn en met limit of detections te gaan werken en zo supergevoelig te gaan meten? Is het niet gewoon een kwestie van het zit er of het zit er niet? Ja, goede vraag. Ik denk dat je daar misschien, als je aan het optimaliseren bent voor de techniek, wil je natuurlijk zo goed mogelijk techniek afgeven. En voor mijn gevoel zegt het wel dat je natuurlijk meer informatie hebt als je een bepaalde hoeveelheid kan aantonen. Dat je weet van het zit er erg veel, het zit er een beetje, het zit er niet. Want als je natuurlijk uit zou gaan van een zwart-wit systeem, dan kijk je alleen nog maar naar factor 11. Maar dat kan natuurlijk ook wel, ja, als je tegen die grens aan zit, dan zit het er dus blijkbaar niet en hoef je er niet meer naar te kijken. Maar als we objectief kijken naar de pathologie waarmee we factor 11a in verband brengen, een trombose, dan is een trombose is een trombose. Het maakt echt niet uit of je een beetje trombose hebt of een beetje meer trombose hebt. De trombose is er. Ja. Is het dan relevant om al die geactiveerde factoren tot de picomolaire en nanomolaire nauwkeurig te gaan meten? Of gewoon zeggen, als de DD meer, het zit er en het is boven de 500 of onder de 500? Ik denk dat dit zeker het geval is voor een trombose die al aanwezig is. Waar wij ook de hoop op hebben is dat wanneer je een ontwikkelende trombose hebt, dus eigenlijk hetgeen wanneer het dus aankomt en in een klein stadium is, dat het misschien een klein deel verhoogd zou zijn. Dat je misschien... U mag je zin gerust afmaken hoor. Dat je misschien daardoor een klein geval hebt waarbij je al een beginnende trombose hebt. Ik dank u voor uw antwoord. Gezien de tijd geef ik het woord heel graag snel terug aan de prorector. Ja, de pedel is onverbiddelijk in deze. Stan van der Belen. Hiermee is dan de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik zoek u en alle aanwezigen om de uitslag van dat beraad hier af te wachten. En daarmee schors ik.
Stand van de Belen. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat zojuist heeft verdedigd. Op grond van haar positieve oordeel, en natuurlijk gelet op de examens vroeger door u afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagd doctoraat toe te kennen. Uw promotor, professor Hakeng, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is dus aan uw promotor. Geachte kandidaat, staat u gereed voor het afleggen van de eed? Jazeker. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij u, Stan Hubertus Eleonora van der Belen, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Stan, dokter van der Belen, gelukkig heeft onze prorector nagelaten te zeggen dat een laudatio maximaal 6 minuten mag duren. Hij heeft wel gezegd, maak het niet te lang. Maar gelukkig hebben we gisteravond toch het licht gezien en heb ik hier een flink pak papier. En ga ik je nu met veel plezier toespreken. Het is altijd zeer feestelijk om een vers beëdigde dokter, als eerste te mogen feliciteren, wat tevens, en zoals het ook hoort bij een echte wetenschapper, ook op hetzelfde moment natuurlijk een afscheid betekent, omdat de jonge dokter van de grote boze wereld moet omgaan om zijn carrière te starten. Dat heb jij natuurlijk inmiddels al gedaan. En vaak gaan toch mijn gedachten dan ook terug naar de eerste ontmoeting en de eerste correspondentie tussen ons twee. Je bent aangedragen door je moeder, dat weet natuurlijk niet iedereen, maar wij wel, bij Leon Schurgers, en die wist dat ik op zoek was naar een AJO. En met die procedure gebracht door moeder hadden wij natuurlijk al eerder hele goede ervaringen in het geval van Stella Thomassen, die we na 34 jaar nog steeds op handen dragen. Dus puntje voor je moeder dus. Jij was bij onze eerste ontmoeting zeer netjes, beleefd, schrander en ook heel goed verzorgd. En dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook best wel vaak wat minder. En je was daardoor ook heel goed opgevoed. En dat is natuurlijk weer een puntje voor je moeder, maar ook natuurlijk voor je vader uiteraard. En je was de eerste, heb ik net ook al eventjes gememoreerd tijdens de discussie na jouw verdediging. Je was de eerste van de zogenaamde gezamenlijke hart- en vaatcentrum Karim-AJO's. Dat is een prachtig, prachtig geval, want het is vrij geld, geen deliverables, geen milestones, geen rapportage. Volledig nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, wat eigenlijk altijd zou moeten. En welke bij succes toch wel een significante waarde voor de cardiovasculaire kliniek zou betekenen. Koperboter Mees was aanwezig voor de broodnodige klinische implementatie. En vanwege de chemische aard van het project waren we ook heel blij dat dokter Achten zich ook bij het promotiecomité voegde. En zie daar, het is gelukt. Een prachtpromotie met een prachtverdediging. We waren allemaal toch wel onder de indruk, want de vragen waren veelzijdig en vrij lastig te doen.
En zoals gezegd, het is altijd ook leuk om even door de eerste correspondentie te bladeren. En toen je mij nog u noemde, en zoals vele uitdagingen beleefde met mijn dubbele achternaam, zoals vandaag ook weer hooggeleerde professor Tielman, die zich ook nog even verstapte en met mij professor Tielman noemde. De allereerste e-mail. Beste dokter Scheurgers en professor Tielmans, wat fijn om van jullie te horen. Ik zou op donderdag de gehele dag kunnen. Vrijdag gaat me helaas niet lukken, aangezien op vrijdag het vliegtuig naar Hongkong vertrekt. Oké, dus een gewaarschuwd mens stelt voor twee, dat vliegtuig. Oplettende werkbaas had toen al kunnen vermoeden dat je inderdaad iets had met vliegtuigen. Als we dan vervolgens de tweede e-mail bekijken. Dat was onze eerste daadwerkelijke ontmoeting. Beste Tielman, dat ging het al beter. Wanneer mijn vliegtijden blijven staan, zou dinsdag 1 november 3 uur kunnen lukken. Tja, en als je dan denkt dat je er bent. Dat was 1 november, de dag van de afspraak. Beste professor Hakking, vandaag zouden wij een afspraak hebben om 3 uur. Helaas heeft mijn vliegtuig enorme vertraging, waardoor ik de afspraak niet ga halen. Kijk, dat was een heel goed begin. En toen we dan min of meer ook telefonisch overeenkamen dat jij dus begin januari zou beginnen, komt er weer een mail. Na Hongkong, met het vliegtuig, hebben mijn vriendin en ik nog het plan om te gaan reizen door Vietnam, Cambodja, Thailand en Maleisië. En we zijn op het ogenblik naar vliegtickets hiervoor aan het kijken en hebben een interessant vliegticket gevonden. Dus de terugvlucht zou dan ook vaststaan en dan zou ik wel per 1 februari kunnen beginnen. Dus uiteindelijk ben jij dus geleid door het vliegen. En we weten niet van welk frequent flyer program jij je hebt bediend al die jaren. Maar je moet inmiddels wel platinum for life zijn, denken we. Want ook tijdens jouw huwelijksreis heb je de wereld op vleugels doorkruist. En je was zo lang op stap met Hanna, dat we soms ook wel eens afvroegen of het huwelijk die reis wel zou overleven. Maar dat is gelukkig toch goed gekomen. Je bent een zeer ambitieuze wetenschapper met een duidelijk plan. En ik citeer uit je PHP, want hij heeft dat wel ingevuld, meneer de prorector. Promovendus zal werken aan de chemische synthese van een specifieke stollingsfactor LFA-remmer uit slangengif. Hij zal deze remmer modificeren met een biotinegroep, zodat deze remmer, dat hij heeft toegevoegd aan een bloedafnamebuis, geïsoleerd kan worden met behulp van streptavidinebinding, waarna de fractieactief factor LFA in plasma zal kunnen worden vastgesteld. Deze meting zal vervolgens in, aan en afwezigheid van een factor 12A-remmer gebeuren, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden tussen in vivo factor LFA en in vitro ontstaan factor LFA door de bloedafnameprocedure. In vivo bepaald factor LFA zal een mogelijke biomarker in of companion diagnostic kunnen vormen voor het meten van risico op trombose en de behandeling daarvan. Nou, ongelooflijk. Jij bent de eerste AIO van mij die zich volstrekt aan zijn PRP heeft gehouden vanaf dag 1. Daarmee wil ik je ook van harte feliciteren. Het leuke is natuurlijk wat we dus die volledige vrijheid hadden in het doen van dat onderzoek. Tijdens je promotietraject heb je echt niet één van die 11 A-remmers, maar wel 4 factor 11 A-remmers gemaakt uit allerlei exotische en gevaarlijke diertjes. En het waren uitzonderlijke staaltjes van chemische eiwitsynthese. En gezien de tijdrovende en complexe uitwerking met de plannen van deze remmer 1, dus die vacciator, zijn de andere 3 eigenlijk blijven liggen. En hoewel iemand wijzer dan wij ooit gezegd heeft dat onderzoek een oneindig doolhof is bezaaid met wetenschappelijk afval, zien we die andere 3 niet als afval, maar kunnen we daar een goed 3 andere promotietrajecten mee vullen. Je cv wat je ook meestuurde met jouw sollicitatie, dat is ronduit schattig te noemen. En als ik het zo meteen laat slingeren, zal iedereen zeggen, ah. Want je opent ook met, dit is het cv, je opent ook met, I'm a sporty person who's in for a challenge. Hell yeah. Welkom bij het promotietraject. Elk promotietraject is grillig en ik weet dat veel AIO's, met name halverwege het traject of vlak voor de ceremonie, zoals vanmorgen, toch wel gereden twijfels hebben. En als ik in je dankwoord dan ook lees dat je je tennis buddies hebt geplaagd met je gemopper en je verlangen naar duwtjes in de rug, dan leid ik daaruit af dat je of een middelmatige tennisser bent, of een bezorgde wetenschapper. En dan hou ik het toch maar op het laatste, als je het niet erg vindt. Je bent vandaag volwassen geworden. Vandaag ben je geboren als een zelfstandige onderzoeker.
die al het kneepjes van het wetenschappelijke vak heeft geleerd, het doen van onderzoek en daarover in de wetenschappelijke literatuur publiceren met de bijbehorende hoor- en wederhoorprocedure. Je bent dus klaar. Je hebt tevens, ook tijdens je AIO-carrière, bestuurlijke ervaring opgedaan als bestuurslid van de studiesectie farmacochemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. Behoorlijke prestatie voor een jonge AIO, want Ingrid Dijkgraaf bij ons werkend heeft je daar op een hele efficiënte manier binnengeloodst. En je kwam in het bestuur als gelijke van je voormalige begeleider professor Brunsveld uit Eindhoven. En je hebt me zelf verteld dat bij hem, volgens jou zeggen, toen jij voor de eerste keer daar aanschoof aan die vergadertafel, zijn bek openviel. Want hoe komt die van der Belen nou hier weer aan tafel? Je hebt ook de zeldzame eer gehad, en daar kun je trots op zijn, dat je in het openbaar bent aangevallen over je onderzoeksrapportage van je eerste artikel in een tijdschrift. Waarop jij met je promotieteam heel fijntjes een pracht antwoord hebt geschreven, opgenomen ook in jouw boekje als bijlage. Dat gaf ook wel aanleiding tot jouw eerste Catch-22-ervaring. Het tijdschrift had vast de antwoordbrief als e-publicatie gepubliceerd, met abusievelijk de voltallige auteurslijst erbij, omdat de ingezonden brief gekoppeld stond aan die originele publicatie. Dat was best een lastige, want toen de uitwisser dus over wilde gaan tot het drukken van deze briefwisseling, wilde deze dan ook goedkeuring tot publicatie van alle auteurs. Maar ja, die wisten eigenlijk niet dat wij de brief hadden ingestuurd, want die hebben helemaal niet aan meegeschreven. En die wisten dat ook niet, terwijl het proces dus nu ook niet meer te stoppen viel. Het vragen aan de onbedoelde auteurs om goedkeuring zou immers gelijk staan met overschrijding van wetenschappelijke integriteit, omdat ze dus niet op de hoogte waren dat wij dat artikel onder hun naam, zogenaamd, hadden ingediend. Dus dat was een hele lastige, want ook in die brief hebben wij natuurlijk overigens een vermeende overschrijding van de wetenschappelijke integriteit tegengeworpen. Omdat wij het daar natuurlijk niet eens waren, hebben we het natuurlijk heel goed gedaan. Gelukkig heeft het tijdschrift daar fout ingezien en hebben ze gewoon de brief gepubliceerd en nergens meer melding van gemaakt. Dus dat is wel even wel een mooi verhaal, maar wel een eerste catch-22. Je kunt het niet meer oplossen, want het ene zorgt dat het andere onderuit gehaald wordt. De allerbeste grap. Met jou hebben we het beleefd met het indienen van jouw eerste wetenschappelijk abstract in 2018. Dat weet je nog, zie je lachen. Naar het Dutch Peptide Symposium, wat geresulteerd heeft in een uitstekende lezing. Dus ook mijn felicitaties, dat gebeurt ook niet iedereen. We hebben een hele lastige faculteit. Niet in bestaan, maar wel in naam. En dat kan waarschijnlijk onze verse ex-vice-decaan beamen. Wij zijn namelijk de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, afgekort FHML. Dat is heel moeilijk te onthouden, er is ook geen Nederlandse naam voor. En vandaar dat jij ook tot onze grote vreugde bij jouw auteursaffiliatie invulde de Faculty of Health, Medicine and Lifestyle. En dat vonden wij zo ontzettend mooi, dat hebben we laten staan. En is ook uiteindelijk afgedrukt in het abstract. En ook dat is geschiedenis nu, maar wel heel plezierig. Stan, ik ga stoppen. Ik wil je heel veel succes wensen in je verdere carrière, nu bij NCPEP, waarmee je natuurlijk ook weer toekomstige samenwerking in het vat zitten. En ook wens ik je alle voorspoed in je privéleven met Hanna. En daar nu ook met de eerste gezinsuitbreiding, hond of muis, of wat voor een diersoort het ook mogen zijn. En ik wil daarbij ook je heel graag je ouders, je familie, je collega's en vrienden feliciteren met dat jij hier vandaag echt op een hele goede wijze hebt neergezet. Tot slot, onze zeer en hoog geleerde opponenten uit het buitenland wil ik graag bedanken voor hun komst hier. En professor Henskens op afstand en veel beterschap gewenst. En ik wil allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid bij deze ceremonie. Stan, het gaat je goed. Dankjewel. Dr. Van Belen, ook namens de academische gemeenschap van de Universiteit Maastricht, wil ik u graag feliciteren met de behaalde waardigheid. Professor Hakking maait natuurlijk het gras weer voor mijn voeten weg. Dat is een gebruikelijke interactie tussen ons tweeën. Maar desniettemin wil ik ook hem en de andere twee leden van het promotieteam, dokter Mees en dokter Achten, van harte feliciteren. En in dit geval natuurlijk ook de familie. Ik begrijp dat de ouders een enorme bijdrage hebben geleverd aan dit succes. En hartelijk gefeliciteerd. Dat zal niet iedere dag gebeuren, denk ik, dat een zoon deze dokterstitel behaalt. En datzelfde geldt natuurlijk voor paranimfen. Ik maak het toch niet zo vaak mee. Ik zit hier regelmatig. Hè? Maar dat de paranimfen ook nog andere functies in het leven van de promovendus bekleden, die wellicht nog wel belangrijker zijn dan het hier zitten en morele steun verlenen.
Ik dank alle opponenten en vooral natuurlijk die van buiten van verre zijn gekomen. Amsterdam is echt ver. Radboud is eigenlijk een soort jumelage met ons, dus dat mag ik nog net als gast begroeten. Ik wil toch ook even een compliment geven voor de samenvatting. Ik ben zelf een eenvoudig psycholoog. Alhoewel dat aan de biochemie blijkt te grenzen, want ik hoor de prachtigste woorden zoals affiliatie, positieve, negatieve coöperativiteit, zelfs neutrale coöperativiteit, daar begrijp ik helemaal niks van, binding. Het zijn eigenlijk allemaal begrippen die ik wel ken, maar die hier ineens toch op een andere manier worden gebruikt. U bent erin geslaagd om beeldend en ook heel duidelijk en rustig, ogenschijnlijk rustig althans, uw verhaal te doen. En dat is altijd heel mooi. Ik vond ook tijdens de verdediging dat u er waarschijnlijk rustiger uitleek dan u van binnen zich voelde. Maar het is toch goed gegaan. En als u zich dan ook nog met lifestyle, dat is eigenlijk mijn ding, bemoeit, dan komt het vast helemaal goed. Dus van harte gefeliciteerd. In Amsterdam zeggen ze dan altijd, gedenk altijd de plicht die dit u oplegt jegens wetenschap en maatschappij. En dat vind ik hele mooie woorden. En daarmee wil ik deze zitting dan besluiten. Niet dan nadat ik heb gezegd dat het publiek nu eerst ons voorgaat naar de receptieruimte. Wij blijven hier nog even, zodat er een fotootje kan worden gemaakt, ook met professor Henskens, die thuis zit. Daarna komen wij ook en dan nemen wij de jonge dokter gewoon mee. Dus aan u de eer om eerst daarheen te gaan en u zult geplaceerd worden, denk ik. En daarmee sluit ik deze bijeenkomst. Dankjewel. Sorry? Oh.